Dit is de website www.weeropwalcheren.nl en ja, we zien hier 9 verschillende plaatsen op Walcheren waarvoor eigenlijk dagelijks een aparte weersverwachting gemaakt wordt. De weersverwachting is opgesplitst in de ochtend, middag en avond gedeelte, waarbij temperaturen, de wind die gaat waaien wordt meegegeven en het aantal uren zon en de hoeveelheid neerslag en de kans op neerslag wordt weergegeven. Vandaag is hier gelanceerd de website weeropwalcheren.nl. Een initiatief van de recreatiesector, die vindt dat het weer in Zeeland vaak beter is dan de landelijke bulletins beweren. Ja, dat heeft eigenlijk te maken met dat een aantal horecaondernemers en recreatieve sector mensen eigenlijk ontevreden waren over de weersverwachting die door de landelijke weersbureaus worden gemaakt, met name voor Zeeland. Het weer in Zeeland is toch vaak afwijkend dan datgene wat gezegd wordt vanuit het midden van het land of het oosten van het land. En ja, daarvoor heb ik een nieuwe website opgericht, www.weeropwalcheren.nl. Chavanu maakt voor de site overigens gebruik van dezelfde meetgegevens als de landelijke weersvoorspellers. Met dat verschil dus dat hij probeert maatwerk te leveren. Ja, dat heeft te maken met het feit dat de landelijke weerbureaus, die maken natuurlijk allemaal gebruik van de KNMI-gegevens. Maar er zijn verschillende computermodellen. En er zijn Europese computermodellen en Amerikaanse modellen. En de landelijke weerbureaus, de grote landelijke weerbureaus, die hebben dan ook nog hun eigen computermodel wat ze daarop loslaten. En die houden eigenlijk voor de hele verwachting, houden ze dat computermodel aan. Doordat ik kan kijken naar de verschillende computermodellen van al die afzonderlijke landelijke bureaus, kan ik kijken welk model in die situatie de beste omstandigheden geeft, zeg maar. Dus welke het meest betrouwbaar is. En die kan ik volgen in mijn verwachting. Dus de ene keer gebruik ik gegevens van Meteoconsult, de andere keer van Weer Online en de andere keer gewoon van het KNMI. Afhankelijk van de weersituatie. Als het initiatief aanslaat, krijgen andere Zeeuwse regio's wellicht ook weer op maat. Nou, als ik zie hoe snel het nu allemaal gaat lopen, denk ik dat er zeker markt voor zal zijn om voor Schouwen-Duiveland en voor Zeeuws-Vlaanderen ook te gaan uitbreiden. Maar op dit moment heb ik gezegd van nou, voor het eerste jaar moet ik echt Walcheren gaan op de kaart gaan zetten. En dan kunnen we later verder kijken hoe we verder gaan. En wat wordt het morgen? Ja, het weer voor morgen kunnen we dan gaan bespreken. En ja, we krijgen vanavond en vannacht eerst nog met vrij veel sneeuw te maken. Dat gebied met neerslag dat trekt morgenochtend naar het zuidoosten van het land weg. En dan, dan komen we toch morgenmiddag ook wel weer in wat opklaringen terecht. De temperaturen morgen lopen overdag uit op zo rond het vriespunt. Terwijl de temperatuur komende nacht kan dalen tot -4, -5 graden.